Dus welkom bij ons webinar XR tegen Vorderden. De laatste in een lange reeks. En we nemen dus, of we starten dus terug eind augustus, begin september met opnieuw webinars. En we gaan een mix doen van zowel Future Teacher, dus algemene thema's, als XR-thema's. We hadden vooraf eventjes bij jullie gepost met vragen van waar zitten de vragen vooral bij de gevorderden. Mensen die beginnen, die hebben natuurlijk een heel andere nood als jullie. En ik zie inderdaad, Inge, dat ik het weer vergeten ben. Dus ik ga ook inderdaad mijn webcam even opzetten, dat er duidelijk is wie er aan het woord is. Inge doet mij dat gewoon aan herinneren. Prima, Inge. misschien kort ook onszelf voorstellen voor degenen die ons niet kennen. Mijn webcam zie ik daar nog aan het draaien is. Dus ik ben Katrien, ik werk in Vlaanderen voor Tolnet. Technologie ondersteunt levenslang leren. En mijn webcam doet het blijkbaar niet. Ik ga nog eens een poging ondernemen. Is het weer andersom? Nu staat het er zo. Nee, voilà, hij doet het wel. Okay. Dus ik werk voor Tolnet. Technologie ondersteunt levenslang leren. En wij zijn sinds vorig jaar geïntegreerd in het team van Klassement binnen het departement onderwijs en vorming. En wij gebruiken, of we hebben XRT ondertussen al een tiental jaren ter beschikking van het volledige Vlaamse onderwijs. Dus dat is een beetje anders dan in Nederland. We hebben ook Nederlandse deelnemers. Dus bij ons kunnen alle leerkrachten in Vlaanderen op één centrale server aanmelden en daar hun leermiddelen maken, delen met elkaar en zo verder. En wij beheren dat en ook de technische ondersteuning zit bij ons. En dan misschien Inge, dat jij je ook heel kort kan voorstellen. Ja, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Inge Donkervoort van D-Learning. En ik werk inderdaad al meer dan 10 jaar volgens mij samen ondertussen met Katrien en met Tolnet. En zoals je kunt zien, heb ik die kant, oh, het is andersom, een mooie banner hier staat, kan ik zeggen. Ik ben lid van het XRT Core Team, het Develop Team. En toevallig is er vandaag een hackathon en die is net begonnen, maar ik vond het belangrijker om even hierbij te zijn, dus ik sluit dadelijk aan. En met dat team pakken we allerlei bugs aan, maar gaan we ook nieuwe pagina's ontwikkelen en nieuwe ideeën en alles wat vanuit de community komt, want jullie zijn de community en dat is belangrijk, proberen we daarin mee te nemen. Ja, oké. Okay. Een van de eerste thema's, ik ga mijn webcam terug uitzetten, wordt de presentatie wat groter en ook straks als we in XRT duiken, is dat iets beter zichtbaar. Jullie kunnen ook zelf, als je zegt van we hebben vragen, zet ze gerust in de chat. Inge en ik houden de chatbox in de gaten. Wil je het scherm nog groter? Je hebt naast mijn presentatie aan de rechterzijde 4 pijltjes in een vierkantig blokje. Als je daarop klikt, krijg je het scherm vullend. Dan heb je wel niet de chatbox open. Dus dan moet je even op escape drukken als je een vraag wil intypen. Maar dat is zeker ook wel een mooie functionaliteit. Misschien ook heel kort zeggen dat jullie aangemeld zijn in Big Blue Button. Dat is een tool waar je dus webinars kan mee verzorgen. En waar ook breakoutruimtes en zo mogelijk zijn. We gaan dat vandaag niet gebruiken. We gaan vandaag vooral jullie tonen hoe bepaalde functionaliteiten in XRT werken. Een van de eerste vragen die binnenkwamen, en toch wel van een aantal mensen, was van, ja, je kan met XRT variabelen aanmaken, je kan daarmee werken, maar hoe werkt dat juist? Hoe zit dat juist in elkaar? Ik ga heel even laten zien wat variabelen kan zijn. Het kan veel meer dan dat. Het is ontwikkeld een 2-tal jaar geleden door Faye, verbonden aan de Universiteit van Nottingham. En Inge en ik zeiden toen van, tegen elkaar, het was op een conferentie dat we dat zagen, dat zou mooi zijn als dat in XRT komt. En Faye zei, dat is code, we gaan dat niet in XRT steken. Ondertussen zit het er wel in en zijn we daar heel blij mee. Want variabelen worden eigenlijk gebruikt voor wiskunde, economie bijvoorbeeld, waarbij dat je niet al je bewerkingen, al uw sommen, al uw maaltafels en zo verder, gaat intypen en elke leerling of cursist dezelfde oefeningen krijgt. Nee, je gaat eigenlijk aangeven binnen XRT, dat is de range, dat is hetgeen wat we willen uitlaten kiezen. En XRT kiest de optelsommen of de maaltafels of de vierkantwortels, hoe dat je het ook maakt. En elke leerling, elke cursist krijgt andere oefeningen, maar wel telkens gebaseerd op hetgeen wat jij hebt ingesteld.
We hebben daar ook een handleiding voor geschreven. Ik heb het linkje hierop gezet in het Nederlands. En er is hier ook een voorbeeld. Dus als je hierop klikt, ga je ook effectief naar een volledig voorbeeld dat we dankzij Fee en ook Ingen heeft heel veel vertaald daarvoor gemaakt hebben. Dus je ziet hier nu een rekenopdracht staan, drie sommen. Als ik dit leerpad sluit en ik klik het terug open, het zou kunnen ik te snel openklik en ik ga terug, voilà, ik heb andere sommen. Ja. Dus elke cursus die het open doet, krijgt een andere som. Ik heb zelf ook in dit leerobject een mogelijke vraag ingestoken. Dus ik heb hier een som, 41 plus 2 plus 10. En dan zie je drie opties staan. Ja, ik heb nu mijn range wat groter gezet. Ik zal straks ook duidelijk zeggen hoe dat je die range instelt. Dus vandaar dat je zegt, ja, maar 138, dat weten we nu toch dat dat niet is. Hè? Dus als je nu 53 klikt en je klikt op verzenden, ja, dan krijg je helemaal goed. Ik ga naar de volgende vraag, ik krijg weer een som. Hè? Ik ga nu zeggen dat dat 41 is. Hè? Hop, niet juist. Volgende, ik krijg een maaltafel afhankelijk van wat ik in mijn quizje heb gedaan. Ik heb ook in mijn quiz ingesteld dat die vragen willekeurig moeten komen. Dus cursisten krijgen, als jij zegt van ik maak 10 vragen en ze moeten er 5 krijgen, krijgen ze willekeurige sommen of maaltafels door elkaar van het bereik dat jij hebt ingesteld. Nu, ik ga heel even switchen naar Xerté zelf en ik ga laten zien hoe jij dat maakt. En ik heb even van dit leerobject een kopietje gemaakt. En dan moet ik even mijn schermdelen stoppen en het andere scherm nemen. Dat je dus ook de achterkant mee ziet. Dus wat moet ik eigenlijk doen als ik met variabelen wil gaan werken? En variabelen kan echt heel veel zijn. Hè. Je zou dat ook perfect kunnen gebruiken als zijnde een budgetberekening. Hè. Het voorbeeld dat wij toen in Nottingham kregen of te zien kregen, was effectief een economische oefening waarbij dat elke student een bepaald bedrag kreeg. En op die manier kon zeggen van, ja, ik ga dat kopen en hoeveel schiet er dan over en zo verder. Nu, ik heb het hier heel eenvoudig gehouden. Ja, op het gele blokje zeg ik altijd, omdat wij weten nooit als jullie vragen hebben hoe dat jullie je leerpad benoemen. En dan zie ik dat mijn scherm bevrozen is. Ik ga het heel even terugdelen. In de hoop dat het nu beter doet. Dus als je naar je leerobject gaat, en u doet hem heel raar, is dat bij jullie ook dat een flikkering geeft of blijft het staan? Nee, flikkert hier ook. Flikkert, ja. Wacht, dan ga ik het misschien op deze manier. Ja, ik denk dat we er zijn. Dus als je je leerobject opent en je hebt dus de opening op het gele blokje, wat dat je dan eerst gaat doen, is aan de rechterkant, ik heb het hier nu toegevoegd, de variabele extra optie openzetten. Op het moment dat je dat doet, krijg je in het middenvenster variabelen. Nu, dat is niet zo ingevuld zoals bij mij nu. Hè. Je moet dat zelf gaan maken en ik zal straks ook zelf nog eentje maken. En je moet eigenlijk gaan ingeven, mijn eerste oefeningen waren twee sommen, twee getalletjes bij elkaar optellen. Dan had ik een oefening met drie getalletjes op te tellen en dan had ik een maaloefening. Dus ik ga hier ingeven aan de hand van letters. Dus A is een getal vanaf 1, dus minimum is het getalletje 1 en maximum is het getalletje 100. Ja. B is een getal minimum 2. Maximum 100 en het gaat met twee stappen omhoog. Dus dat betekent 2, 4, 6, 8, 10 en zo verder. Dus dat heb ik op die manier ingesteld. Maar het getalletje B mag niet hetzelfde zijn dan A. Dat heb ik achteraan ook ingesteld als uitsluitsel. C, als ik dat gebruik, is een willekeurig getal. Ik heb dat nu hier gebruikt. In de volgende. C is een willekeurig getal en dat getal is 10, 20, 40 of 80. Dus elke keer als ik het C gebruik in mijn opdrachten, dan weet Xerté dat ik een getal 10, 20, 40 of 80 wil. D is dan de optelsom van A plus B. Dus A is dat getalletje 1
tot 100, hè, tussen 1 en 100. Bezige taal tussen 2 en 100, maar dus 2, 4, 6, 8, 10, telkens met 2 omhoog. C, was dus een getallijke 10, 20, 40, 80. Hè. Dan wou ik bijvoorbeeld ook nog een getalletje. F is dan eigenlijk de uitkomst. Hè. G is een getalletje tussen 1 en 10. En H is ook een getal tussen 1 en 10. Maar daar ga ik de maaltafels mee maken. Dus vandaar dat ik zeg, dat kan 1 x 1 zijn, maar het kan evengoed 10 x 10 zijn dat eruit komt. Dus ik wil de maaltafels van 1 tot 10 wil ik gaan testen. En ik wil dat gaan combineren in oefeningen. Hoe maak ik nu zo'n variabele? Wel, ik heb hier onderaan de plus. En dan krijg ik mijn scherm, mijn invulscherm. Ik moet daar een naam geven. Dat geef je best een letter. Ga daar niet heel lange namen in zetten, want je maakt het jezelf heel moeilijk. Dus als ik hier nu ingeef, ik ben tot J geweest, K. Ik kan K een vaste waarde geven. En als ik K een vaste waarde geef, bijvoorbeeld 10, dan is overal waar ik K gebruik, is het altijd het cijfertje 10. Ik kan een willekeurig getal ingeven. En een willekeurig getal had ik dus bij C. Dat was 10, 20, 40, 80. Ik kan een minimum en maximum ingeven. Dus een minimumgetal 1, maximum 100. Stap omhoog. Ik had daar 2 gezet, maar ik kan ook 5, hè, met 5 omhoog gaan. Ik kan het aantal decimalen instellen. Ik kan getallen uitsluiten. Hè, dus dat kan ik hier ook. Dus dat was bij sommige, zoals je hier ziet, dat ik A en B uitsluit. Dat maak ik eerst aan. Dus ik maak eerst al mijn stapjes aan binnen de variabelen. Als die op het gehele leerpad zijn aangemaakt. Als ik dan een quiz toevoeg of een andere oefening, maakt niet uit. En ik ga mijn vragen toevoegen aan de quiz. Kijk, in plaats van aan te typen 10 plus 20, ga ik hier zetten A en ik zet dat tussen haakjes. Je ziet dat zo tussen die haakjes staat. Dus niet de ronde haakjes, maar de rechthoekige haakjes. A, tussen haakjes sluiten, B, ook weer tussen haakjes, is gelijk. Ik zet daar geen uitkomst bij uiteraard, want het is een meerkeuzevraag. En bij de antwoorden zet ik dus antwoord D. En D was dus bovenaan hier, als ik terug ga kijken, in mijn variabele, D was A plus B. Dus dat is hetgeen wat er hier wordt genomen, rekent hij automatisch wat dat de juiste oplossing is. Bij een foute oplossing zet ik bijvoorbeeld A. Dan moet het cijfertje A, een cijfertje A komen. Dat is een ander cijfer als dat jij als hem gegenereerd heeft in die som. Maar ik zou daar ook nog een extra letter kunnen maken. Ik kan hier perfect ook een letter K, als ik die erin zet, in het bovenstaande scherm, kan ik ook weer een andere fout maken. En bij de derde optie heb ik dus F. Dat is weer een ander lettertje in mijn variabelenvenster. Waar ik gezegd heb dat hem moest genereren tussen twee getallen, bijvoorbeeld. Dus op die manier kan je dat gaan maken. Dan kan je die vragen gaan kopiëren. En telkenmaal zal dus de cursist of de leerlingen een andere oefening krijgen. Ik heb hier een mix gedaan. Dus ik heb hier G maal H gedaan. G was een getal tussen 1 en 10. H is een getal tussen 1 en 10. En ik heb daar gewoon een maaloefening van gemaakt. Ik ga hier ook weer kijken. Als ik klik op juist, dan heb ik gezegd, het is juist is het lettertje I. I is gelijk aan, achterliggend hier op mijn blokje, gelijk aan G maal H. Bij fout heb ik gezegd van, ja, dit is J. En J is een willekeurig getal tussen 1 en 100. En F is ook een willekeurig getal. Het getallijke F is ook een willekeurig getal dat ik gedefinieerd heb. En op die manier kan ik in alle soorten oefeningen, dus dat geldt voor de quiz, dat geldt ook voor de beslisboom, dat geldt ook voor eender welke andere soorten oefening, kan je variabelen gaan ingeven. En telkens malen als cursisten of leerlingen in uw leerobject komen, gaan zij die zaken kunnen terugvinden. Nu, als je niet meer weet van, ja, wat is die F nu meer? Want je moet altijd teruggaan naar je gele blokje. Hè? Dus hier bovenaan om te kijken, wat had ik weer ingesteld? Is er ook een hele mooie functie, en ik ben ze even aan het zoeken hier. Bij ons noemt ze voeg support auteur toe. In Nederland denk ik dat ze anders noemt. Als je die toevoegt, en je gaat dan naar je voorbeeld kijken, naar je leerpad, dan krijg je hier een grote
Auteursupport staat aan, tekst in het rood verschijnt niet in het live project, dus uw cursisten zien dat niet. Maar als jij hier klikt op toonvariabele data, dan krijg je hier ook te zien, ah ja, dat zijn de getalletjes die er nu gegenereerd zijn. Dus die op dit moment er zijn, dan kan je ook zien, AD is A plus B, gebruik de E, dan is dat dat er wordt gegeven, en zo verder. Dus die waarde, die rekent hij zelf uit op het moment dat het leerobject open gaat. Dus dat heb je zelf niet in te geven, dat wordt uitgerekend door Xerti. Maar het is ook wel een hele mooie functie, als je dus in je leerpad verder doorgaat, dat je hier bijvoorbeeld kan zien, ah ja, toonvariabelen, dat zijn deze die hij hier meeneemt. Dus J is bijvoorbeeld die 56 die gegenereerd is, F is 102, dus dan kan je dat ook bekijken. Maar dat is telkens opnieuw, als het geopend wordt, opnieuw andere cijfers. Als je dat doet in, met andere bewerkingen, dus je ziet hier op het gele icoontje, dat je dus heel wat instellingen kan gaan doen en die variabelenlijst die kan ontzettend lang zijn voor één leerobject. Ik denk dat het gedeelte variabelen het belangrijkste voor verteld heb. We hebben dat allemaal uitgeschreven, dus in die handleiding vind je dat ook voor andere soort oefeningen, dan denk ik aan een vierkantswortel en zo verder. Dus dat staat er zeker in. Als je gaat kijken naar het voorbeeldje, ik heel even mijn ander scherm terug naar voren halen. Als je hier nou op het voorbeeld-icoontje klikt, dan ga je ook merken dat daar niet alleen optelsommen zijn, maar dat er ook bijvoorbeeld met een straalberekening een oefening in zit. Dat daar ook een oefening in zit als je verder... Dus dit is de handleiding die hier ook nog eens in zit, waar we al die zaken uitleggen, waar we ook verwijzen naar waar je dingen zet. En hier is bijvoorbeeld gedaan met een meerkeuzevraag of een dialoogvraag waar je ze kan instellen. Dus je hebt heel wat mogelijkheden om die variabelen in uw leerpaden. Alles zaken staan hier ook nog eens in. Dat support staat hierin. Dus je kan daar zelfstandig mee aan de slag gaan. Ik weet niet of er vragen zijn over variabelen. Anders geef ik graag het woord aan Inge voor het volgende stukje. Ja, er zijn geen vragen in de chat. Dus we gaan gewoon verder. En op het moment dat er toch nog vragen zijn, dan horen we die wel. Inge, dan geef ik aan jou het woord voor de opiniepagina toe te lichten. Ja, kan ik dan mijn scherm delen? Moet jij mij even... Ik ga jou presenter maken, dan kan jij je scherm direct delen. Ja, dan hou jij de chat er in de gaten, hè? Ja. Oké. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Iemand heeft in een gedeelde notities gezet, Inge, als ze jou heel slecht horen. Ik heb daar zelf geen last van. Ik weet niet of het nog andere mensen zijn. Ik zal de microfoon iets dichterbij zetten. Helpt dat zo? Ja, ik had er zelf geen last van, dus ik kan moeilijk oordelen. Dus misschien even kijken naar de mensen die het gezet. Ah, het was één iemand die het in de chatbox. Ja, het is beter, zeg. Oké, goed. Ik zal ook hard praten dan. De opiniepagina. De opiniepagina is eigenlijk ontwikkeld ook voor het Future Teacher project. Omdat we een vragenlijst wilden maken voor docenten om te kijken hoe het stond met de ICT-vaardigheden. En om te kijken waar ze zich verder op moesten ontwikkelen of waar ze eigenlijk al heel erg expert in waren. En dat is dus een hele nieuwe pagina geworden in Xerti. En eigenlijk wat je daar doet is vragen stellen die eigenlijk geen goed of fout antwoord hebben. Maar waar je vraagt naar een mening of een gevoel. En uiteindelijk komt daar een resultaat uit waarmee je dan verder komt. Ik heb hier een klein voorbeeldje gemaakt. En het gaat even in dit geval gewoon heel simpel over wat voor eten je lekker vindt. Ik heb hier groente is vind ik helemaal niet lekker. Fruit vind ik heel lekker. Hier zijn nog twee vragen. Kijk, je kunt ook kiezen tussen een schaalvraag of een multiple choice vraag. Even kijken, groente. Nee, vind ik echt helemaal niks. Nou, ook zoetigheid vind ik heel lekker. Je ziet ook, en ik deed nou bijna fout, dat ik ook kan kiezen dat ik de volgorde anders zet. En dat houdt mensen scherp bij het invullen van dit soort lijsten. En hier heb ik nog twee vragen. Nou, ik vind fruit eten vind ik best lekker. En zoetigheid eten vind ik heel lekker. En vervolgens ga ik naar de laatste pagina. En dan zie ik dus een spindiagram
waarbij heel duidelijk te zien is dat ik een zoete kou ben, dat ik helemaal niet van groente hou, hè, die scoort op nul, en dat het fruit, ja, dat gaat dan wel. Dus dit is eigenlijk hoe de opiniepagina werkt. Nu, normaal als je Xetta gebruikt en je gebruikt geen LRS of dashboards, dan is dit alles wat je ziet. Dit kan ook niet, dit wordt niet opgeslagen, hè, want als je in Xetta werkt, dan is, als je daarna het leerobject erin gaat, is wat je hebt ingevuld is weg. Wat wij voor het Future Teacher project nog nodig hadden, was het feit dat dat wel bewaard bleef. En daarom, daar zit wel een LRS achter en wel de dashboardfunctie. En als je dat dan gebruikt, dan ziet zo'n spindiagram er heel anders uit. Dan heb ik ook even een voorbeeldje, is wel van een heel andere vragenlijst. Maar wat je dan krijgt is, dit is dan mijn laatste poging. Dus in het voorbeeld wat ik net liet zien, oh, dat kan ik nu niet meer laten zien. Hè? Ik toon nu aan dat het dus weg is. Maar dit is mijn laatste poging. Dus dat was die driehoek met zoetigheid heel lekker en groente niet. En daaronder, dat blauwe, normaal in een live project kan ik dit ook wegklikken, dat rode. Maar dit is het gemiddelde van al mijn pogingen. En daaronder, dat groene, daar zie je het gemiddelde van alle pogingen van iedereen die in deze groep zit. En die deze vragenlijst heeft gemaakt. Dus dat was uiteindelijk het doel van ons in dat Future Teacher project. Als ik nu even, volgens mij ga ik even live dan laten zien hoe dat eruit ziet. Ik wil even zoeken waar. Inge, zet jij het gewoon weer klaar? Ik ga heel even inpikken voor de mensen die niet weten wat een LRS is. Want ik vermoed dat dat niet door iedereen gekend is. Dus een LRS is een Learning Record Store, ja, die eigenlijk achter Xerte geplaatst wordt. Voor de mensen in Vlaanderen, dus die werken met de Toolnet-installatie, daar is een LRS gekoppeld. Ja. Heb je zelf een installatie, want ik weet dat sommige van de deelnemers een eigen CERTE-installatie hebben, ja, dan moet dat ook bekeken worden of dat het in jullie installatie ook effectief gekoppeld is, om die resultaten, dus zoals Inge liet zien, van de vorige pogingen eruit te halen. Bijkomend hangt het ook af van welke leeromgeving dat je gebruikt. Want die leeromgeving moet ook de gegevens kunnen uitwisselen tussen Xerte en uw leeromgeving. En nu ga ik waarschijnlijk heel wat mensen teleurstellen, in Vlaanderen toch. Smart School kan dat niet. Ja. Moodle kan dat wel. Canvas kan dat ook. Dus als je met de leeromgeving werkt, Moodle, Canvas, en je werkt op onze Toolnet-installatie, kan je wat Inge laat zien ook laat zien in die zin de verschillende versies. Dus hetgeen waar je nu invult ten opzichte van de groep, ten opzichte van je eerdere pogingen, kan dat wel. Dus dat was even een korte tussenkomst om het duidelijk te maken. Ja. En in Nederland, daar werkt het helaas iets anders, want daar is geen gezamenlijke installatie. En daar kan iedere organisatie zelf kijken of ze een leeromgeving hebben waar dat kan en of dat dan allemaal gekoppeld kan worden. Ik ga hier even de achterkant laten zien van die opiniepagina, want ik begreep van jou, Katrien, dat er een vraag was over de opiniepagina. Was dat een algemene vraag van hoe het werkt? Ja, dat was inderdaad een algemene vraag van hoe je het maakt. Ja, nou, die opiniepagina die kun je dus toevoegen, die hangt onder interactiviteit en dan ga je het gewoon opinie. Dus dat heb ik al gedaan hier voor jullie en hier zie je hem dan. Nou, er zijn er allerlei velden die je moet invullen. Ik ga dat niet allemaal uitleggen. Maar wat leuk is om te weten is dat je dus hier bij rechts bij de extra eigenschappen kun je nog wat extra dingen toevoegen. Onder andere de layout opties. En daar kun je dus bijvoorbeeld aangeven wat ik net in het voorbeeld liet zien. Ik had 2 vragen per pagina. Maar ik kan ze ook allemaal onder elkaar zetten. En ik kan ook 1 vraag per pagina doen. Dus dat kun je dan allemaal inrichten. En je kunt bijvoorbeeld de paginering of uitzetten. En je kunt de kleur van uiteindelijk je grafiek op het einde kun je ook aanpassen. Je kunt ook zeggen van nou, ik wil wel die opiniepagina, want ik wil dat ze zelf even daarover nadenken. Maar je kunt bijvoorbeeld het diagram uitzetten. Als je dan kijkt hoe dat is opgebouwd. Een opiniepagina dat werkt met klasses. En in dit geval heb ik 3 klasses. Ik heb een klasse fruit, groente en zoetigheid. En per klasse stel ik dan een aantal vragen om te bepalen hoe je denkt over dat onderdeeltje.
Dus als ik dan bijvoorbeeld op fruit klik, hier, ja, het is een beetje klein, maar je ziet hier die plusjes. Ik klik hier op fruit, dan zie ik hier twee, dit zijn de vragen die ik net gesteld heb. En de eerste fruitvraag is zijn 5 antwoorden. En bij de tweede fruitvraag zijn ook 5 antwoorden. Deze eerste, dat is die schuifvraag. Dat heb ik hier ook aangegeven bij interactiviteit, schuifvraag. Maar kan ook voor radioknoppen kiezen. En bij die tweede vraag, daar heb ik dus die radioknoppen gekozen. En dan krijg je eigenlijk een multiple choice vraag. En wat ik ook liet zien van die schaal, ik kan er gewoon af en toe die schaal omdraaien. En dan staan in één keer de antwoorden andersom. Maar in je resultaat komt het dan toch nog goed terecht. Nou, en als ik dan zo'n vraag heb, dan stel ik hier bovenaan de vraag. Staat er gewoon ervoor. Ik geef hem even een label mee. Dat is handig als je met zo'n LRS werkt om uiteindelijk alles goed erin te krijgen. Ik kan hem een weging meegeven. En vervolgens ga ik de antwoorden invullen. En dat werkt eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Het label van het antwoord en eventueel de tekst. Nou, in zo'n schuifvraag is dat heel simpel. Bij zo'n multiple choice vraag kan je dus een tekst erin zetten. En één tip, geef nooit je vraag hetzelfde label als de klasse, want daar kan ik er niet zo goed tegen. Wat hij nu doet, als ik hem ga doorlopen, is dat hij deze vragen bij elkaar telt en het gemiddelde gaat hij neerzetten. Dus als ik op de schuifvraag heb geantwoord dat ik het heel lekker vind en op de multiple choice vraag dat ik het helemaal niet lekker vind, dan zal hij in de grafiek aangeven in het midden, tenzij ik iets met de weging heb gedaan. En die drie klasses die heb ik dus om uiteindelijk die spindiagram te krijgen met die drie onderdelen. Nou heb ik in dit geval gewoon groente en fruit gepakt, maar je kunt ook natuurlijk voorstellen dat je wat wij in het Future Teacher project hebben gedaan, en ik zal hem even laten zien. Volgens mij sluit ik nu al mijn vensters, heel handig. Daar zijn ze weer. In het Future Teacher project, even kijken of ik die open heb gezet. Ja, even. Hier we uitloggen. Kijken, nee, hier moet ik zijn. Nou, we hadden dat met 3-4 landen gedaan, maar dan heb ik, als ik even naar Nederlands ga, dan hebben we hier de thermometer en de kompas. Voor degenen die het Future Teacher project kennen, de thermometer, die is gemaakt met de opiniepagina. En dat is eigenlijk een hele grote vragenlijst. Maar als ik die ga bekijken aan de achterkant. Had mezelf uitgelogd. Als ik die dus ga bekijken aan de achterkant, dan is dat niet zo simpel als net met groente, fruit en zoetigheid. Maar dan zie je dus al die vragen staan. Al die onderdelen, het zijn 19 onderdelen waar we op scoren, met daarbij de vragen daaronder. Dus dit is hoe je dit kunt opbouwen. Dus denk er vooral aan, want in het begin deed ik dat elke keer fout, dat je die klasses maakt. Want anders dan kom je er niet uit. Dus je maakt eerst de klasse en bij die klasse, daar zet je de vragen onder. Ik denk dat dit zo'n beetje is wat de opiniepagina betreft. Ik weet niet of er hier nog vragen aan zijn. Ik zie op dit moment nog geen vragen binnen. Komen, maar stel ze gerust in de chatbox, moest je er nog zijn, dan komen we daar straks zeker nog op terug. Inge, ik neem de presenter terug even bij mij. Ja. Om de volgende vraag die vooraf is doorgekomen te behandelen. En die gaat over de resultatenpagina. Dus als je een leeromgeving gebruikt die dus die LTI ondersteunt, zoals Canva, zoals Moodle, maar ik veronderstel, dat zijn die voor Vlaanderen, voor Nederland, dat er misschien nog wel andere zijn, dan ga je eigenlijk de resultatenpagina louter naar studenten geven om hen een overzicht te geven van ja, hoe breng je het er vanaf.
Maar achterliggend voor de leraren zit dat dan in de leeromgeving of in de Xerti-omgeving. Nu, als je een resultatenpagina, ik ga ze heel even laten zien, hè, op dit moment... Oei, en dan verschijnt ze niet. Ah, ik moet geduld hebben. Heb ik dus 17% van mijn leermiddel doorgenomen. Ik heb 89% voltooid. Ik ben om 9:51 gestart. Dus dan heb ik op het knopje geklikt om mijn leerpad open te doen. En dan zie je dat ik mijn quiz 34% heb gescoord. Ik heb die heel lang laten openstaan. Hè. En ik heb die afgerond. Dus ik heb een groen vinkje. Ik heb die afgerond. En ik kan details terugvinden. De opiniepagina. Ik heb ze niet ingevuld. Inge, sorry, maar ik dacht van, ik ga ze niet invullen. Ik heb daar 1 seconde op geweest. Ik heb eigenlijk gewoon doorgeklikt. Ik moet ook goede praktijkvoorbeelden laten zien. Hè. Cursisten doen dat ook. Hè. Zeggen van, ik klik door, ik ga het niet maken, want mijn leraar ziet dat toch niet. Hè. Helaas, de leraar kan dat wel zien. En je ziet hier dat ik er 1 seconde ben op geweest. Dus ik heb die pagina niet afgerond. Ik ben op die pagina dus echt doorgeklikt. Dus stel dat je daar een pagina hebt met een video en dat wordt ook meegenomen. Daar staat enkel een video op. Die video duurt bijvoorbeeld 4 minuten en je ziet dan hier staan 0 gescoord. Ja, die pagina kan je niet scoren, maar je kan wel de duurtijd zien. Als daar ook 1 seconde staat, betekent dat je cursist of je leerling die video niet heeft bekeken. Dus wat zie je verderop? Als je details gaat bekijken, dan zie je dat je hier vraag hebt. Dus heel belangrijk om een goede resultatenpagina te krijgen, is dat je ook je vragen een goede titel geeft, een label geeft. Ik kom daar direct op terug waar je dat doet. En dan kan je ook, ik ga het nu heel beperkt, de antwoorden hierin gegeven. En ook bij Inge haar zoetigheid en haar groente zie je dat ik geen antwoord heb gegeven. Ik kan dat als student downloaden, daar wordt mijn naam gevraagd en ik kan dat dan uploaden in de leeromgeving. Denk dan bijvoorbeeld aan Smart School of via mail bezorgen of via Google Classroom of welke omgeving dat jullie ook gebruiken. Nu, als ik terug ga naar mijn leerobject, en ik heb dat hier nog openstaan, dan zijn er een aantal zaken belangrijk om die resultatenpagina goed te krijgen of in het algemeen om ook in de leeromgeving je tracering te kunnen krijgen. Het allereerste dat je moet doen, is ook weer op het hoofd, de hoofdzaak hier, ik noem dat altijd, in Vlaanderen zeg ik altijd het gele blokje, en dan weet hopelijk iedereen wat ik bedoel daarmee, dat je aanzet tracking. Dat is een hele belangrijke. En dan kan je zien dat je tracering, volledige tracking, na de eerste poging krijgt. Dat is ook een beetje afhankelijk. Sommige mensen kiezen voor eerste poging. Anderen zeggen, ja, dit is oefenen. Voor mij is het goed als ik weet dat het gedaan is en dat het een laatste poging is. Dat kan je ook kiezen. Minimale tracking is alleen de tijd. Volledige kan je ook de mogelijke antwoorden zien. Dus dat is een keuze dat je maakt. Ik moet minimum 55% scoren om geslaagd te zijn over het totale leerobject heen. En ik heb een time-out van 0 seconden. Als je nu wil dat je zegt van, ja, maar 0 seconden en klik, klik, klik. Hè? Ik wil dat toch verhogen en ik maak daar 5 seconden van. Dan moeten zij daar 5 seconden op elke pagina blijven om afgevinkt te krijgen van ze zijn geslaagd. Ja. De rest ga ik hier niet toelichten. Ik ga het in functie doen van de resultatenpagina. Dus dat zijn de belangrijkste zaken dat je vooraf instelt. En bij elke pagina kan je, dus ook al is aan tekstpagina, kan je hier aanzetten. En nu ben ik even kwijt, of heb ik het aangezet? Nee. Bij deze pagina zit het er nog. Jawel, afronding niet verplicht. Was het aan het zoeken. Dus als je aanzet afronding niet verplicht en je vinkt dan ook het vinkje nog aan, dan betekent dat dat die pagina niet meetelt bij de volledige tracering. Dus dan wordt die eigenlijk overgeslagen. Bij een titelpagina bijvoorbeeld. Dan gaan mensen geen 5 seconden op zitten. Ze hebben de titel gezien, klik door en ze gaan dat volgen. Dan kan je best die afronding niet verplicht aanzetten. Het is hier bij mij ook een titelpagina, die mogelijke variabele. Als ik op een quiz ga of een oefening, eender welke oefening, dan ga ik daar ook trekkingscoreweging ingeven. En als ik die ingeef, 1.0 betekent dus 1 punt per juist antwoord. Ja, dus dat is ook een belangrijke. En vervolgens, bij mijn vraag, ja, ik heb hier mijn vraag, mijn som, de label, geef die in. Ja, dat je weet, ah ja, oefening 1. Nu hier, dit zijn variabele oefeningen, is dat
moeilijker om daar te zeggen, het gaat daarover. Maar als je algemene vragen stelt, zoals Inge bij groenten en fruit, benoem dan ook die label groente, fruit, of je vraag, herhaal die gewoon hier. Maar het is voor het overzicht van de resultatenpagina wel goed dat je dat label telkens invult. Dus dat heb je bij elke interactieve oefening label. Hè. Inge heeft er juist ook al gezegd, noem dat niet hetzelfde als de klasse in de opiniepagina. Dus maar je moet dat best benoemen. Hè. En dat je dat niet laat staan, vraag label, maar dat je daar bijvoorbeeld vraag som van maakt. Hè. Dan wordt dat ook in de resultatenpagina zo opgenomen. Dus dat is belangrijk voor die resultatenpagina. En om dus achteraf, als je vanuit studenten het wilt laten downloaden, hun naam ingeven. Als je de pagina toevoegt, en ik heb ze hier ook toegevoegd, is daar heel weinig in te stellen, in die zin een naam aan te geven. Je kan kiezen maximaal resultaat, dus alles wat dat er te vinden is van punten, maar ook van tijd. Minimaal is gewoon tijd, dus ik laat dat zelf meestal staan op maximale. En ik kan dus aan de rechterkant aangeven van vraag naam gebruiker, ook weer niet vergeten aan te vinken. Als er dan de PDF wordt gegenereerd, wordt er ook eerst gevraagd om een naam in te geven, staat die bovenaan bij de PDF vermeld, zodanig dat je ook weet welke cursus, of als ze gaan doorsturen naar elkaar, dat kan dat minder. In die zin, ja, ze moeten aan de naam gaan wegmoffelen, dat is al moeilijker om dat eruit te krijgen. Dus dat is al om af te kijken, of om dikwijls hetzelfde te krijgen, dan merk je dat automatisch door die vraag te stellen. Je kan hier ook een introductietekst nog aan toevoegen, dat je zegt van, ik wil hier ook nog een soort tekstje opzetten. Dat kan. Je kan ook deactiveren dat het niet mag geëxporteerd worden, enkel getoond worden, mocht je dat mogelijk vinden. Dus dat zijn zaken die er extra kunnen bij ingesteld worden. Op zich is dat een makkelijke pagina om toe te voegen. En je vindt ze bij de plus en dan overig resultatenpagina. Maar je moet dus wel rekening houden dat je de verschillende instellingen op de verschillende soorten pagina's wel goed zet. Ik weet niet of er daar vragen zijn. Ik zie voorlopig geen vraag in de chat. Maar dan geef ik ondertussen heel graag het woord terug aan Inge. Zodanig dat zij weer het volgende stukje kan laten zien. Ja, even weer een vraag van mij, Katrien. Was er een specifieke vraag over de mediales? Nee. Algemeen? Nee. Oké. Nou, ik ga met jullie verder over de mediales. De mediales is best een nieuwe pagina. Althans, ik denk dat die er nu een jaar of drie in zit. Maar hier, we noemen hem heel vaak in de Future Teacher Talks ook, omdat je hier eigenlijk interactieve video mee kan gaan maken. En ik zit nu op de verkeerde pagina. Ja, dit is de juiste. En hier zie je zo'n voorbeeld van zo'n mediales. En een mediales is altijd gekoppeld aan een video. En die video staat ook altijd links bovenin of over het hele scherm. Maar die staat er altijd in. Als je er geen video in zet, dan doet hij het ook niet. Overigens, wil je de mediales laten functioneren zoals ik het dadelijk ga laten zien, dan kan dat alleen maar met video's van YouTube, van Vimeo en van Mediasite. Of als je hem zelf in Xerte plaatst. Nou is dat laatste, daar zijn zowel Katrien als ik geen voorstander van. Omdat één, het gebruikt heel veel ruimte. Dus de data loopt heel snel vol. En twee, er zit geen streaming server in Xerte. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een video pakt van Vimeo of van YouTube, op het moment dat je klikt op play, begint hij gelijk te spelen en gaat hij de rest van de video downloaden terwijl je al aan het spelen bent. En dat doet Xerte niet. In Xerte moet hij eerst gedownload worden en dan pas gaat hij spelen. Dus het duurt ook langer. En een ander voordeel is dat ze bij Vimeo en YouTube en dat soort programma's ook altijd bij zijn met alle browsers en veranderingen in de browsers. En daar loopt Xerte ook een beetje op achter. Dus gebruik gewoon de video's via YouTube of Vimeo. Wil je niet dat jouw video's openbaar zijn, dan kun je heel makkelijk in Vimeo een pro-account nemen. Dat is niet zo duur, ik geloof iets van $160. En dan kun je best heel veel video's uploaden. En dan kun je dat ook afschermen, dat niemand dat ziet. Nou, dat eventjes over de video. Nou, wat doet nu die mediales? Op het moment dat ik ga starten met deze video, ik zet even het geluid uit,
dan gaan die vensters die je daarnaast in, die gaan reageren op bepaalde timing in die video. Dus op dit moment stopt de video, mijn rechterscherm blijft nog hetzelfde, maar onder verschijnt een vraag. En ik heb dus, je kunt je voorstellen dat je in je klas, in je groep, iets laat zien wat ze moeten gaan leren. En dat je op dit moment een vraag wil stellen om te kijken of ze het begrepen hebben. Nou, dan geef je een antwoord. Dit zijn natuurlijk onzinvragen die ik hierin heb gezet. Ik klik op controleer en mijn antwoord is goed. En ik klik weer op de video om verder te gaan. Nu zag je dat terwijl ik dit aan het doen was, dat al mijn navigatieknoppen op de video ook bleven. Je kunt het ook zo instellen dat ze die pas weer krijgen als ze het goede antwoord hebben ingevuld. Dus dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken in de MediaMes. Nou, ga ik weer verder. Dus ik klik weer op play. En nu, ik zet hem heel even stop. Want wat je nu ziet, is dat hij had even die vraag. En 1 seconde nadat die vraag, nadat we verder waren gegaan, verschenen deze knoppen. Je kunt dus ook zorgen dat ze sneller kunnen navigeren in zo'n video. Stel nou dat je een video hebt waar 5 onderwerpen besproken worden. Dan kun je eigenlijk zo'n knop maken per onderwerp. En stel nou dat ze die eerste 4 al lang een keer gezien hebben en dat snappen ze allemaal wel, maar die 5 willen ze graag nog een keer opnieuw bekijken. Dan zouden hier 5 knoppen staan en kun je op die 5e klikken. En dan springt de video ook naar dat stuk waar dat onderdeel besproken wordt. Ik zal dadelijk aan de achterkant even laten zien hoe dit eruit ziet. Wat je ook zag gebeuren is dat dit venster, dat daar staat, nu ook iets anders. In dit geval hebben we er een slideshow toegevoegd. Dus op basis van de timing in de video geef je bijvoorbeeld aan, na 1 minuut moet de slideshow beginnen. En moet de eerste slide getoond worden. Nou, ik ga hier weer verder met de video. En dan zie je op een gegeven moment dat er ergens in het venster weer wat gebeurt. In dit geval een vraag. Die ga ik weer maken. En wat je hiermee doet, is dat je de studenten in een actieve stand houdt. Je kunt ze ook een video geven en zeggen van ga er maar naar kijken en daarna gaan we wat vragen stellen. Maar doordat je dit tijdens de video doet, en vooral met iets langere video's is dat heel goed, activeer je de student of de leerling, zodat ze actief meedoen met die video. En dat is bewezen dat dat veel beter werkt dan dat je ze in een passieve houding zet door ze die video te gaan laten kijken. Nou, ik ga weer verder. En vervolgens zie ik dus weer mijn knoppen verschijnen. En ik zie dat ik een andere slide heb gekregen. Nou, als ik nu bijvoorbeeld wil navigeren naar deze knop. Dus nu staat die op 29 seconden. Dus ik ga hier naartoe. Die zit op 20 seconden. Oh, deze knoppen zitten wat eerder. Of ik kan er helemaal terug naar vooraan. Die doet het niet. Dus ik ga naar 10 seconden. En zo kun je zo'n mediales helemaal inrichten. Nou, hoe ziet het er dan uit aan de achterkant? Dit is de mediales. De mediales kun je vinden onder media. Dat is eigenlijk een beetje een vreemde plek, omdat je er ook de vragen in kunt stellen. Dus hij had ook onder interactiviteiten gekund, maar je vindt hem dus onder de media pagina's. Nou, als ik er dan naar ga kijken, ik heb hem gewoon toegevoegd. En als je een mediales toevoegt, dan krijg je, ik zal het even doen. Dus ik heb hier even eentje toegevoegd hierna. Dan krijg je, ik zal hem even groter maken, dan kunnen jullie het misschien beter zien. Ja. Dan krijg je dus, dit zet hij al voor jou klaar. Dus hij zet al klaar dat je 2 pagina's wil hebben. In dit geval pakt hij een rooster. En een rooster betekent dat je 4 onderdelen kunt hebben in je mediales. Maar ik heb er maar 2, dus hij toont er maar 2. Waarvan de eerste altijd die video is, zoals ik net al aangaf. En de tweede een paneel waar je van alles aan kunt toevoegen. Dus dit krijg je altijd al en dan kun je dat gaan invullen. Nou, hoe ziet ons voorbeeld er dan uit? Dit is dus de mediales. Ik heb hier gekozen voor een layout waarbij ik de tegel aan de boven...
tegels aan de bovenkant heb en de volle breedte aan de onderkant, waar die knoppen stonden. Vervolgens krijg ik dan de video. In dit geval heb ik hem, wat ik net gezegd heb, wat we eigenlijk niet zouden moeten doen, maar dit is al wat ouder voorbeeld, heb ik hem in Xetter staan. En wat ik altijd even invul is die beschrijving. En dat is, ik heb dat al vaker gezegd voor in verband met de accessibility, dat mensen die met een screenreader of met de taptoetsen door Xetter-modules tikken, dat ze wel kunnen zien wat daar dan staat. Want anders staat daar, horen ze alleen maar link, in plaats van dit is een video over communicatie. En ik kan ook zeggen, hij moet automatisch afgespeeld worden op het moment dat ze deze pagina openen. Nou, dat heb ik in dit geval niet. Dan heb ik de twee blokken, waarvan het eerste blok, dat is mijn rechterblok, hè, naast de video. En daar heb ik dus een aantal pagina's toegevoegd. In dit geval heb ik een slideshow toegevoegd. En dit zijn de slides. En mijn eerste slide begint op 0 seconden. Dus de video start op 0 seconden, heb ik mijn eerste slide al staan. Mijn tweede, die begint op 10 seconden. En de derde, die begint op 20 seconden. In dit geval kan ik kan ook kiezen of ik de media wil pauzeren. Dat betekent dat de video ook stopt op het moment dat die slide komt. In mijn voorbeeld heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus dit verschijnt aan de rechterkant. Dit is totaal onafhankelijk van wat eronder gebeurt. Want dat is dit. En dat ziet er wat ingewikkelder uit. En dat komt omdat ik telkens die knoppen wil laten tonen. Dus dat snel navigeren, daar zitten mijn knoppen onder. En een vraag tussendoor, dat zijn dan de vragen die verschijnen. Nou, ga ik eerst even naar die vraag tussendoor. Deze vraag, dit is een multiple choice vraag, met radioknoppen. Dat is wel heel groot. Die komt op synchronisatiepunt 9. Dus dat betekent na 9 seconden nadat de video gestart is, verschijnt deze vraag. Ik wil dat de video stopt op dat moment. En ik wil ook dat de content die er al stond, dat waren mijn knoppen, dat die verwijderd wordt en dat dit ervoor in de plaats komt. Ik heb hier nog een aantal dingen die ik kan toevoegen aan deze vraag, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. En vervolgens heb ik hier nog een vraag en die verschijnt na 19 seconden. En ook hier heb ik weer gezegd dat de video moet stoppen en dat de knoppen weggehaald moeten worden. Nou, hoe werkt het dan met de knoppen? Daar begin ik eigenlijk mee, want in het begin staan er gelijk die drie knoppen. En vervolgens heb ik hier de radioknoppen gebruikt. En ik wil even kijken. En ik weet ook al waarom mijn terugknop niet meer werkt, want hier staat niks ingevuld. Maar bij de tweede wel. Die tweede, die gaat naar synchronisatiepunt 10 seconden. Dus overal waar ik zit en ik krijg deze knoppen, dan gaat die naar 10 seconden. En hier hoef je eigenlijk niet naar te kijken, want dat gebruik je hier helemaal niet. En vervolgens komt de vraag. En daarna komt weer snel navigeren, want ik wil weer die knoppen terug hebben. Maar ik kan niet dezelfde gebruiken, want deze verschijnt op 0. En die volgende rij met knoppen, dat zijn precies dezelfde knoppen, maar die moet verschijnen nadat deze vraag klaar is. Dus ik kopieer hem gewoon, ik zet hem hier neer. Deze vraag komt na 9 seconden. En vervolgens wil ik de knoppen dan weer laten verschijnen na 10 seconden. En ik wil dat de vraag ook verwijderd wordt. En de video kan gewoon doorlopen. Het is heel even puzzelen, maar op deze manier kun je ook die knoppen toevoegen. En wij kregen heel vaak de vraag van hoe doe je dat nou met die knoppen? Maar het is dus eigenlijk gewoon de multiple choice vraag die daar een beetje voor verbouwt. Dit is zo'n beetje de media. Dus ik weet niet of hier vragen over zijn. Er was een vraag in de chat of dat je de PowerPoint kon invoegen, of dat dus pagina per pagina. Dus de PowerPoint rechtstreeks invoegen, ik zeg, die kan niet. Je moet ze opslaan als afbeeldingen en dan opladen. En bij Christel zegt, mijn beeld verandert al een tijdje niet meer. We gaan eens kijken, Christel, wat dat opgelost is. Ik ga de presenter terug overnemen. Of je dan misschien mijn scherm wel terug beter ziet. Nu, er is sowieso een opname van de sessie, dus je kan het sowieso nadien terug herbekijken. Ja, even nog een opmerking over die PowerPoint.
Als je een PowerPoint hebt, ik denk dat de meesten van jullie het wel weten, maar voor degenen die het niet weten, je hebt daar de keuze op staan als afbeelding. En dan kun je kiezen of je alle pagina's van je PowerPoint als afbeelding wilt opslaan. En dan heb je al verschillende JPG's, maak je ervan, dus afbeeldingen. En die kun je dan in je Z-object hangen. En die moet je dan wel één voor één even aantippen, dat je die wilt kiezen. Dus dan zijn het wel aparte afbeeldingen. Ja, dus dat was hetgeen wat ik ook in de chat had bedoeld, met exporteren, dat je dat kan. Ja. Ja, ik zie de chat niet, sorry. Ja, geen probleem, Inge. Op die manier is het denk ik wel duidelijk dat... dat er verschillen, allee, dat dezelfde mogelijkheden, maar verschillend kunnen uitgelegd worden. Ik zie ondertussen dat 10 voor 11 is. Ik stel voor, Inge, dat we de beslisboom, dat ik die nog ga doen. En dat jij dan misschien de vraag rond die HTML nog behandelt. We hadden nog wat meer voorbereid zelf. Dus niet dat we de beslisboom was nog gevraagd. En nog een specifieke vraag ook. We hadden nog wat meer. Maar ik denk dat we dat best opschuiven om... binnen onze tijdspannen te blijven, of toch ongeveer binnen de tijdspannen te blijven. Ja, en wij dus kunnen daar niet praten, hè, over zeggen. Wij raken gewoon niet uitgepraat. Nee. Dus de beslisboom. De beslisboom kan je binnen een leerobject maken, maar je kan hem ook apart doen, dus enkel en alleen de beslisboom. Ik heb hem hier voorzien binnen een leerobject. Hè. Ja, sommigen zeggen beslisboom, anderen zeggen dat het een scenario is, of een branding scenario, wordt het ook nogal eens genoemd. Dus vandaar dat ik de titel beide heb gegeven. En je ziet dat ik vertrek van een meerkeuzevraag. En de meerkeuzevraag is hiervan, kies een stad en ga op ontdekking. Ik heb dat nu heel klein aangepakt. Dus als ik hier nu kies voor, ik wil op ontdekking gaan in Antwerpen als keuze, en ik ga naar volgende, dan krijg ik een filmpje rond Antwerpen. Ik ga dat filmpje niet starten, dat heeft ook geen betekenis. Het is gewoon, ik heb een filmpje laten zien, maar dat kan tekst zijn, dat kan een tekst met een foto zijn. Dat kan eigenlijk kom je op een tekstpagina, dus of een soort van tekstpagina, dus je kan daar zelf dingen in gaan stoppen dat je wenst. Als ik nu verder ga op volgende, je ziet dat die navigatie hier niet aanstaat. Ik kan wel verder naar de volgende pagina, maar eigenlijk is de bedoeling dat ik hier op volgende klik. En dan ga ik naar een bepaald iets. Nu, ik heb daar Antwerpen staan. Dat kan een volledige tekst weer zijn. Dat kan weer een video zijn. Dat kan ook weer van alles zijn. En ik ben eigenlijk op dat moment nu klaar met mijn beslisboom. Ik ga hem heel even terugstarten. En dan moet ik denken, als ik Hasselt kies, heb ik een ander traject. Dus afhankelijk van wat je kiest, ga je andere dingen krijgen. Als ik Hasselt kies... en ik ga naar volgende, dan krijg ik ook weer een filmpje over Hasselt. Ik heb dat filmpje bekeken, ik ga weer op volgende klikken. Ah, en ik kom terug bij andere steden. Hè. Dus er juist bij Antwerpen was het pad uitgezet. Ik kies Antwerpen, ik krijg een filmpje en ik ben klaar. Ik krijg een filmpje, ik krijg tekst en ik ben klaar. Bij Hasselt is het zo van, ik klik Hasselt aan, ik krijg mijn filmpje van Hasselt. En ik kom vervolgens terug bij andere steden. Klik ik nu bijvoorbeeld Gent aan en ik klik op volgende. Dan krijg ik weer een filmpje over Gent. Ik klik op volgende. Gent is en zo verder. En ik ben ook weer klaar. Dus dat is eigenlijk de beslisboom. Dat je eigenlijk afhankelijk van een meerkeuzevraag verschillende trajecten of verschillende paden uitzet. Onze tip is wel, als je dit wilt gaan maken... maak dat even vooraf een schetsje op papier of op een mindmap of dergelijke meer van wat wil ik dat er gebeurt, wanneer? Want als je daar zo in vliegt in Xerte, zit je daar dikwijls veel tijd in te steken dan dat je echt wel een goede scenario op papier of in een mindmap hebt. Ik ga natuurlijk ook laten zien hoe je dat maakt. En heel even kijken waar mijn leerobject naartoe is. Nee, dat staat niet meer open, denk ik. Ik ga het hier even terug. Ik zit in de verkeerde. Dus hoe ga je dat maken, de beslisboom? Dus die zit, als je het in een leerobject doet, hier bij interactiviteit beslisboom, en dan ken je dat om toe te voegen. Ga je dat buiten een leerpad doen, heb je ook hier aan de rechterzijde, maar dan
enkel de beslisboom. Dus dan kan je niet daarachter nog een quizje gaan doen of een aparte video of dergelijke. Dus enkel en alleen de beslisboom is ook mogelijk. Het werkt hetzelfde. Dus dat is voor beide systemen hetzelfde. Nu, als je een beslisboom maakt, je start daarmee, dan start je eigenlijk, dus met een titel te geven, en te zeggen wat je eerste stap is. En je eerste stap kunnen drie dingen zijn. Eigenlijk kan dat zijn een multiple choice vraag, dat kan zijn een schuifvraag, dus zoals bij de opiniepagina, dat je dus verschillende opties op een tijdlijntje, op een lijntje hebt en je kiest de juiste. Of je kan een informatiestap, denk dan aan een tekstpagina. Een resultaat, dat is uitgelegd op het einde. Dus wat heb ik gedaan voor mijn beslisboom te maken met de verschillende steden? Want ik ben begonnen met een vraag en je ziet, ik geef hier al aan V1. Hij geeft zelf Q1 aan. Ik maak daar V1 en V1 is de afkorting van vraag 1. Geef daar een trefwoord aan dat je weet wat het is. En dan moet je ook je vraag, in dit geval, ook wel met een unieke ID moet hetzelfde zijn. Als ik nu bij het bovenste hier zou zetten vraag 1, dan moet hier met een unieke ID ook vraag 1 zijn. Dat moet identiek hetzelfde zijn. Mijn vraag was, kies een stad en ga op ontdekking. Ik had gekozen voor aanklikbare buttons, dus de meerkeuze ruimte onder elkaar en de juiste stad aankiezen. En dan werkt dit als een meerkeuzevraag. Dus ik ga hier ook zeggen Antwerpen, Brugge, Hasselt en Leuven. Maar met dat verschil dat de meerkeuzevraag optie Antwerpen en dan juist of fout geeft, ga je hier bij Antwerpen zeggen waar moet hem naartoe? Waar moet de cursus of de leerling naartoe? Van het moment dat ze het bolletje kleuren bij Antwerpen. Wel, hij moet dan naar I1. En I1 is bij mij informatiestap 1. Dus ik gebruik, maar dat is mijn eigen werking. Je kunt daar geven wat je wil. Dus ik zeg I1 is informatie 1. Dus ik moet straks zeker ervoor kijken, en dat is een belangrijke, als je een beslisboom maakt. Dus voilà, Inge zegt het ook, maak dat even op papier om goed je nummering te hebben, want anders raakt u je weg kwijt. Dat is ook zo. Als een beslisboom niet werkt, is het meestal dat het doel-ID I1 bijvoorbeeld is, maar dat je geen I1 hebt gemaakt. Of dat je daar een naam aan geeft en dat je die niet hebt voorzien, ja, dan gaat uw beslisboom ook niet werken. Dus ik ga een I1 maken. Die zit hieronder, mijn I1. Dus ik zeg, als ze Antwerpen kiezen, moeten ze naar I1 gaan. En I1 was bij mij mijn filmpje over Antwerpen met het Centraal Station. Ik heb toen laten zien, als ze dit kiezen, dat is bekeken, als ze klikken op volgen, dan gaan ze naar R1. En R1 is in dit geval ook voorzien hier, resultaat 1. Wel, dan gaan ze naar Antwerpen en een stuk tekst. Dan geef ik terug naar mijn vraag 1. Als ze daar kiezen voor Brugge, dan gaan ze naar I2. En je ziet, je hoeft ze niet in de volgorde te zetten. Ze mogen perfect een andere volgorde zijn, maar je moet ze wel benoemen. Dus je moet zeggen, als ze Brugge kiezen, moeten ze naar I2. I2, ga je kijken, Brugge is het filmpje over Brugge. Als ik kies, ik kan u Gent laten zien, Hasselt, dan ga je zien, Hasselt gaat naar I4. En I4 staat hierboven. Dan merk je dat ik niet naar een R ga, maar dat ik bij Hasselt zeg, nee, ga maar naar V2. En V2 is mijn tweede vraag, waar ik enkel alleen de vier andere steden laat zien als mogelijkheid. Want ja, Hasselt hebben ze al gehad. Ze weten alles al over Hasselt en over koffie en over van alles en nog wat. Ja? Dus dan moet Hasselt er niet meer tussen staan. Maar op die manier kan je dus een beslisboom maken waarbij dat elke student een ander pad volgt, maar toch uiteindelijk alle wegen die jij hebt uitgestippeld tevoorschijn tovert. Dus nogmaals, schrijf dat even uit, teken dat uit in een mindmap of op papier, voordat je met deze pagina start. Het biedt heel veel mogelijkheden. Je kan ook nog extra informatie toevoegen, met meer informatie. Dus je hebt enorm veel mogelijkheden om met deze pagina te bekomen. Maar het vraagt denkwerk vooraf, om ze effectief uit te denken in Xerte. Uiteraard hebben we daar ook een korte beschrijving van. Die komt ook binnenkort online. Dus resultaat toevoegen, Ruben, is dus dat je eigenlijk je eindpagina van, ja, kijk, waar moeten ze naartoe? Wat is uw eindpagina? Dus in dit geval heb ik daar Antwerpen puntje puntje staan. Bij R6 heb ik Hasselt gewoon. En je kunt daar tekst, je kunt daar video's. Dus dat is uw eindpagina.
Ja, dus die moet er ook in zijn of je resultatenpagina werkt niet. Hè. Dus je hebt altijd dus informatiepagina schuif of meer keuzevraag of de combinatie van de drie. Maar je moet altijd kiezen voor het eindresultaat toe te voegen. Dus waar moeten ze eindigen? Ja. Ondertussen zag ik ook dat Hilde vroeg van, kunnen we dit leerpact ook krijgen? Jullie krijgen inderdaad, de link wordt beschikbaar gesteld, dus je krijgt dat inderdaad ter beschikking en de opname, dus dan moet dat voldoende zijn. Ja, misschien kunnen we ook een downloadlink maken van deze, want dan hebben ze ook een mooi voorbeeld van hoe dat dan in elkaar zit aan de achterkant. Zowel van de decision tree als van de mediales is dat denk ik erg handig. Ja, zal ik er ook bij zetten. Prima. Ja. En dan halen we de dingen die we niet besproken hebben, halen we er wel uit. Mm-hmm. Ja, prima. Ja. Dan komt dat in het volgende schooljaar. Hè? Ja. Hebben we niet eens ons werk al gedaan voor het volgende schooljaar. Ja, precies. Oké. Okay. Inge, ik zie dat we geen vragen voor de redsnimmer. Misschien nog wel. Ik zie dat Menno nog aan het typen is. Dus we gaan nog heel eventjes wachten als er vragen zijn. Dat we die volgende beslisboom nog... Dat delen. Ik zal jou terug presentorrecht ingeven. Ja, dat is nog kort hoor, wat ik nu nog ga vertellen. Ja, zie mijn scherm meer als het goed is. Nee, we zien nog niet jouw scherm, we zien enkele Big Blue Button scherm. Oké, en nu? Ja, nu wel, prima. Oké, nou dan gaan we naar. Er was een vraag van iemand en dat gaat over de. Wacht even, ik wil het voorbeeld laten zien. Over de menu connectorpagina. Er zitten een aantal connectorenpagina's. Eentje is dat je met een afbeelding ergens anders naartoe kunt gaan. Dus dan kun je bijvoorbeeld een afbeelding maken van een aantal knoppen. En je kunt op zo'n knop klikken en dan ga je naar een andere plek in het leerobject of naar een ander leerobject. Dat kan ook met een multiple choice. Dus je stelt een multiple choice vraag waar je bijvoorbeeld vraagt van, goh, denk je dat je het al onder de knie hebt? Of wil je nog meer leren? Of, en gebaseerd op het antwoord wat ze geven, gaan ze dan naar een andere plek in het zetobject of naar een ander zetobject. Maar je hebt ook de menu connector. En die ziet er zo uit. En voor dit leerpad ziet het een beetje raar uit, omdat we bij de titelpagina hadden we voor het mooie, hadden we even een van de twee boventitels weggehaald. Maar dat betekent als je een menu connectorpagina maakt en je laat, je kan alles ophalen, je kunt ook kiezen hoor, welke pagina's je in die menu connectorpagina wil hebben. Maar dat hij dan de titel niet laat zien. Dus dat is een beetje vreemd. Maar de vraag was in dit geval niet hoe werkt de connectorpagina, maar hoe kan ik nou dit ding een andere kleur geven? En voorheen kon dat door, zat dat in Xetter zelf, zeg maar. Dat zag ik ook in de handleiding staan, maar dat is niet meer zo. Dus we gaan nog wel even kijken wat daar, of dat nou helemaal weg is of niet. Maar je kunt dat ook heel eenvoudig zelf doen. Maar dan moet ik toch nog even terug naar waar ik net was. Hoe doe je dat dan? En dat is met de functie F12. En dan kun je het beste in Chrome werken. Maar als ik nu met mijn... Ik ben in Chrome en ik klik met mijn rechtermuisknop. Klik ik op de regel waar ik die kleur wil veranderen. En dan kan ik hier naar inspecteren. Dan opent hij een venster. En dan zie ik hier, als ik hier dan op klik, hè, daar gaat hij naartoe. En dan ga ik even hier rechts kijken of ik dat... blokje zie met de kleur. Nee, die zie ik niet. Dan moet ik waarschijnlijk nog een stukje omhoog. Ja, en hier verschijnt die, hier rechts. Dus waarschijnlijk voor jullie heel klein. En dan kan ik al even testen of ik op de goede plek zit. Dus dan ga ik hier naartoe en dan dubbelklik ik er even op. En dan maak ik even een andere kleur van. Dus ja, ik zit op de juiste plek, want op deze plek kan ik dus de achtergrondkleur van de hele menu-connectorpagina aanpassen. Nou, wat ik dan nu ga doen, is dit hele blokje kopiëren. Dus ik kopieer dit. Dan ga ik naar de achterkant van mijn leerobject. Overigens geldt dit voor heel veel dingen die je kunt, die je wil aanpassen in Xetter. En dan heb ik hier, heb ik
Inge, we zien jouw achterkant niet. Dus misschien even... Ja. Prima. Het duurt even voordat hij dat laat zien, kennelijk. Dan heb ik hier rechts heb ik, een extra optie stijl. Nou, die maak, klik ik open. En dan plak ik die code, die plak ik er hierin. En wat hij eigenlijk zegt is nu, als je deze pagina opent, dan moet je de, voor dit submenu item, zo heet dat dan, moet je de background, moet je deze kleur maken. Ik kan daar ook een andere kleur zetten. En de letters moeten deze kleur hebben. Nou, wat gebeurt er dan in het object? Dus dit is het object wat we net hadden. Die is nu rood en altijd als ik dit weer op, open of opsla, blijft die rood. Nou, zei ik net al, dit kun je met heel veel dingen doen in het zetten. Ik wil daar ook even een waarschuwing bij geven. Er zijn organisaties die hier helemaal los op gaan, zoals je snapt. Want je kunt alles aanpassen wat je wil. En je kunt ronde hoeken maken, je kunt andere kleurknoppen maken, je kunt dingen laten verschijnen en weggaan. Dat is echt een hele mooie functie. Maar soms gaat dat ten koste van je thema en raken dingen in de war. En dan kan je in één keer krijg je een extra, moet je twee keer je multiple choice vraag inleveren in plaats van één keer. En als je heel veel van die dingen wil veranderen, en dit geldt niet voor Vlaanderen, want dan zitten jullie allemaal in één installatie. Dus daar kan dit niet, tenzij het één gezamenlijk thema wordt. Maar heb je een eigen installatie, dan kun je dat beter in je thema zetten of in je thema laten zetten. Want dan zorgt dat er in ieder geval voor dat het niet met elkaar in de weg gaat zitten. Die stijl, en ook je kunt ook script toevoegen voor degenen die met JavaScript werken. Dat kun je dus op deze manier op aan de pagina's, maar ook op het hoofdniveau van het leerobject. Dus onder het gele blokje, zoals Katrien dat zegt, kun je dat toevoegen. Is dat een antwoord op de vraag? Inge, misschien ook nog toevoegen, als je dus inderdaad heel veel stijlen, heel veel scripten gaat toevoegen, dat er bij updates ook geen garantie is dat blijft werken, dat je dat zelf moet controleren, want daar wordt geen rekening mee gehouden door de ontwikkelaars, dat kan ook niet. Nee. Dus als je zo'n dingen doet, het kan allemaal, maar wees u van bewust dat dat niet altijd perfect gaat werken met nieuwe updates. Dus dat is ook toch wel iets om zeker mee te nemen en te vermelden. Ruben vraagt ook nog van hoe kan je knoppen in het midden van de pagina zetten, centreren? Ja, dat weet ik zo niet. Dat zou ik dan uit moeten zoeken. Ja. Ja. Misschien ook even laten weten, Ruben, welke pagina's dat je dat zou wensen. Ja, ik denk dat je op, gewoon op internet is heel veel code beschikbaar. En dan moet je gewoon gaan zoeken naar... je moet op die knop klikken, zeg maar. En kijken of je hem dan weer via dat rechtermenu kan centreren in plaats van links uitlijnen. Ja. En dan die code weer gebruiken. Maar let er echt heel erg mee op, want het kan enorm meer dingen in de war brengen. En met kleuren, dat maakt niet zoveel uit, hoor. Maar zeg maar knoppen gaan verplaatsen, dat kan op het moment dat er dan een update is geweest, is in één keer je hele leerobject weer anders. Dus hou daar maar rekening mee. Ja, en allee, dat kunnen we ook niet zomaar ondersteuning in geven. Hè? Dus dat is ook iets dat we zeggen van ja, dat zijn eigen maatwerken, daar kunnen we niet constante ondersteuning geven zoals het pakket eruit ziet en met de ontwikkelaar. Dus als dat inderdaad dan misloopt... En er moet ondersteuning zijn, ja, dan zal dat ook een betalende ondersteuning zijn. Voor Vlaanderen spreek ik dan vooral. Ja, maar als je het in het thema zet en het wordt meegenomen, zeg maar, dan is dat geen probleem. Maar dat gaat bij jullie niet. Want jullie hebben één thema, één gezamenlijk thema. Ja, dus men kan dat wel. Men kan zelf wel thema's maken met de Exhibit-app, dus dat is wel mogelijk. En niet altijd opladen of dat je één schabloon gebruikt binnen je organisatie. Dat zijn wel mogelijkheden, maar wij geven geen thema's, of we laden geen thema's voor centraal voor scholen op, omwille van dat de ene school met de andere school hun thema kan aan de slag gaan. Dus dat kan niet. Ik zag ook nog dat Tina in de chat vroeg van, krijgen we een mail met een link naar de opname en de voorbeelden? Wij zetten die op klassement, dus als je naar de bijdrage gaat, waar je er straks op de link hebt geklikt om deelnemen, daaronder staat Ontdek ook, en er staat een webinar opname maand mei, juni. Dus daar zetten wij in de loop van volgende week gaan de opname daar komen staan.
Maar de presentatie zelf, dat zal normaal gezien morgen zijn dat die er al beschikbaar is.